de vierde generatie A3 is er. En het meest opzienbarende van die vierde generatie A3 is dat hij op het chassis staat van de Golf. En dat leidt tot de vraag, is die A3 dan eigenlijk een Golf met wat streken? Wel, dat gaan we voor jullie nu vandaag uitzoeken. Deze test kan je uiteraard ook nalezen in Autogids, dat is nummer 1060, of je surft naar autogids.be, waar je al onze testen, inclusief onze magazines, digitaal terug kan vinden. En over testen gesproken, Alain is degene die met deze A3 gereden heeft, dus we halen hem er even bij voor zijn ervaringen. Dag Alain. Dag Steven. Vierde generatie A3 dus. Ja, het was dan een klassieker. En wel, ja. Leuk om weten is eigenlijk, Audi heeft het segment van die premium hatchbacks min of meer uitgevonden. Ah. BMW had wel al de 3 compact, maar dat was een heel raar design, dat was geen succes. En dan is Audi met die eerste A3 gekomen. Ja. BMW heeft daarop gereageerd met de 1-reeks, wat wel een groot succes is geworden. En Mercedes die hadden toen de A-klasse, maar die eerste twee generaties waren monovolumes. Ja, ja, ja. Mercedes heeft het succes van de A3 en van de 1-reeks gezien, heeft gezegd, we gaan die A-klasse, we maken daar ook zo'n sportieve premium hatchback van. Even goed, okay. Met de gekende en die komen in zijn segment dus eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja. Oké, okay, ja. Het is de Sportback, zie ik. Sportback, ook heel grappig. Ja. Allereerst de A3 was er alleen als 3-deurs. Ah. We vonden toen dat een 5-deurs voor dat soort auto helemaal niet sexy genoeg was, dat niemand dat zou kopen. Na een paar jaar is Audi dan toch met een 5-deurs variant van de A3 gekomen. De tweede en de derde generatie hadden die natuurlijk ook. De vierde generatie, er is geen 3-deurs meer. Hoe sexy die ook is, niemand koopt dat nog. Ja. Dus er is nu alleen nog een Sportback. Plus een sedan, dat is een vrij klassieke koetswerkvorm. Ja. 4-deurs, cabrio. De kans is heel klein dat die er nog komt. Ja, oké. Okay. Ja, ik moet wel zeggen, de 3-deurs is er niet meer, maar hij ziet er toch wel zeer sportief en dynamisch uit. Of... Je ziet nog altijd, zelfs met je ogen dicht, dat het een A3 is. Ja, dat is, het design dat is, waar. Is niet zo echt geëvolueerd, behalve misschien de voorkant. Ja. Die is een beetje agressiever geworden. Je zou bijna kunnen zeggen, een beetje barok. Dat radiatorroos is enorm groot, ook al is de helft of meer dan de helft ervan eigenlijk fake, want het is niet eens open. Die luchtinlaten hier, die zijn ook dicht. Er is nu een opening hier tussen het rooster en de motorkap. Een beetje om te herinneren aan de Urquattro. Eigenlijk ook is dat fake, want er komt helemaal geen lucht door. Je zou bijna kunnen denken, is die motorklap wel goed dicht? Ja. Maar goed, dat is een kwestie van smaak. Dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit leuker vinden, die het agressiever, die het stoerder vinden. En dat past misschien wel bij Audi. Ja. Maar het is wel een S-line, heb ik gezien. Hè? Dus, ja. Het is een S-line, wat natuurlijk de auto nog iets sportiever doet lijken. In de flanken, ook daar, bredere wielkasten vooral achteraan. Je hebt die wat agressievere lijnen. Ja, Audi spreekt van een 3D-design. Mooi, designers overdrijven altijd graag als het over hun producten gaat. Hoe dan ook weer hetzelfde gevoel. Het is heel duidelijk een A3, heel herkenbaar, maar toch, er zit iets meer power achter. Ja. Maar we gaan hem niet verwarren met een Golf. Dat is al onmogelijk, hè? Dat is moeilijk, maar Golf is al zoveel generaties de Golf. Hetzelfde, de Golf, dat blijf je af. Ja. Achteraan het design, dat is eigenlijk de kant die het minst geëvolueerd is, waar je nog, waar nog verwarring zou kunnen zijn met de vorige A3-generatie. Dat is net, dat is sober, dat is elegant. Waar we iets moeten over zeggen, is die 35. Dat staat dus niet voor een 3.5, dat staat niet voor 35, laat staan voor 350 pk. Dus een vondst van een of ander marketingman of marketingdame bij Audi. Je vraagt je af, werkt die daar nog altijd? Want de logica, wie ze snapt, mag het ons komen uitleggen. 35 staat in dit geval voor de topuitvoering wat benzine betreft. De topuitvoering diesel is even goed een 35. Ah, okay. En dan heb je ook een 30, dat zijn dan de basismotoren. Maar voor de rest, we hoeven daar niks meer over te zeggen, want de logica is ons compleet. Ja. Dus Alain, ik zie een mooie afdekplaat. Daaronder zit ongetwijfeld de motor. Je had het daarnet over die 35 op de koffer. Of de kofferklep, dus ja, dit is dan de 35 TFSI. En dat staat in dit geval voor een benzine turbomotor. Ja. 1,5 liter, 150 pk. Je kan die ook als mild hybrid krijgen, maar dan moet je wel een combinatie nemen met de automaat. Als je de manuele versnellingsbak neemt, dan is die mild hybrid oplossing, die is er niet. Ja. Er is ook nog een compactere benzinemotor, een 1 liter 3-cilinder. Kan je afvragen, is dat wel het soort motor dat je in een Audi A3 wilt? Er komen ook plug-in hybrids later. Er komt heel waarschijnlijk ook nog een CNG-versie, dus op aardgas. En natuurlijk zijn er ook nog altijd diesels. We hebben die zeker in België misschien wat te snel afgeschreven. Want het blijkt wel, er is keuze. Er is een 2 liter TDI van 116 pk. Er is, daar hebben we ook al mee gereden. Er is er ook eentje van 150 pk, een heel bekende motor. Een heel knappe motor nog altijd. Veel koppel, heel gewillig, ook heel stil. En een verbruik, wij kwamen aan 5,1 liter per 100 kilometer, wat toch nog altijd een schitterend resultaat is. Nou, absoluut.
Ja, Alain. De buitenkant was de A3 zeer herkenbaar. Binnenin wat minder toch qua layout. Hoe zit het naar ruimte toe? Ja, laat ons daar misschien mee beginnen. De auto is door andere bumpers iets langer geworden, maar dat is verwaarloosbaar. Wat vooral van belang is, is nog altijd dezelfde wielbasis. Dezelfde trouwens als de nieuwe Golf. Waardoor qua binnenruimte verandert er eigenlijk niet veel. De zitruimte achterin die is nog altijd vrij krap. Alleen er is iets meer ruimte in de breedte voor de ellebogen, voor de heupen. Maar dat merk je in de praktijk eigenlijk nauwelijks iets van. Het grote nieuws zit vooraan. Je hebt de Audi A3 nu standaard met een virtual cockpit. Dat is een volledig digitaal dashboard. En een vrij groot scherm boven de centrale console. Je kan ook nog voor een plusversie kiezen. Dan wordt dat scherm nog iets groter. En dan heb je een leuk gadget als je wil. Je kan dan het dashboard kan je configureren via die viewknop. Dan kan je kiezen voor wat wil ik zien. Gegevens van de telefoon, van de radio, van de navigatie. Naar keuze. Heel klassieke pook. Het is een manuele versnellingsbak. Nou, daar heb je er juist over. Hè? Ja, ja, als je het voor de automaat kiest. Die automaat heeft nu een elektrische verbinding met tussen de pook en de transmissie. Dus dan is er geen klassieke pook meer nodig. En die hebben ze dan vervangen, dat zie je hier niet, door een heel klein hendeltje. Stilistisch is dat wel mooi, qua gebruiksgemak is dat niet echt een meerwaarde. Ja, over gebruiksgemak gesproken, ik herinner mij uit de Golf dat daar alles digitaal te regelen was, maar ik zie hier wel knoppen. Ja, je vindt dat tegenwoordig bij heel wat merken. Bijna alle knoppen gaan uit de auto, worden vervangen door schermen waar je ofwel met stembediening of vooral met aanraking de verschillende functies moet bedienen. Audi is niet zo ver gegaan als Volkswagen. Voor de airco bijvoorbeeld hebben ze de heel klassieke knoppen wel behouden. En dat is toch een pluspunt. Want als je aan het rijden bent, is het toch veel gemakkelijker om eigenlijk de manier van spreken op de tast, zonder dat je het gezicht van de weg moet afhalen, die knoppen te bedienen, dan alles via dat aanraakscherm te moeten doen. Dat is zeker een pluspunt voor de Audi. En dan, ja, ik zal er vind, allez. Ben ik mis als ik zeg dat ik hem niet zo goed afgewerkt vind als de vorige? Of is dat nu ga ik nu te ver? Want ja, Audi en afwerking... Is altijd... Audi en afwerking, ja. Dat zijn, Audi en Sublime afwerking, dat zijn synoniemen. En je hebt hier toch het gevoel, de kwaliteit van de plastics vooral, ze zijn hard, ze zijn niet meer zo krasbestendig als vroeger. Je hebt de indruk dat ze wat bespaard hebben op afwerking, ja, en op kwaliteit. Ja, Alain, de koffer. Ja, de buitenafmetingen zijn nauwelijks gewijzigd, dus dat is hetzelfde voor de kofferruimte dan. Nog altijd minimum 380 liter. Mm-hmm. Die kan je uitbreiden als je de achterbank neerklapt tot 1200 liter. Dat is correct zonder meer. Er zijn wel wat praktische dingen. Je kan die vloer, die plank, kan je wel hoger leggen als je dat wenst. En eronder is er ruimte voor een noodreservewiel. Maar dat is een optie. Echt ruim is de Audi A3 dus niet. Als je een ruime A3 wilt, dan moet je een Octavia nemen. Maar dat is een Skoda natuurlijk. Ja. De achterophanging. Bij de Volkswagen groep is dat nogal iets... Ja... Typerend, zal het zo zeggen. Omdat ze nogal wat in de aanbieding hebben eigenlijk. Hè? Niet alleen bij Volkswagen. Je vindt bij steeds meer modellen. Zelfs bij Mercedes A-klasse is de ophanging een beetje à la carte. In de zin dat de lichtste motorisaties, die krijgen achteraan een eenvoudigere, vooral goedkopere torsiegas. En bij de zwaardere motorisaties, zoals de 35 TFSI en TDI, zoals deze hier, daar heb je achteraan een multilink. Nu, het is een beetje de sportiefste van de vier. In alle geval, dat hoort bij het imago van Audi. Ja. Dus de afstelling is wel een beetje anders. Je kan ook in optie een actieve demping krijgen. Dan kan je het wat strakker trekken. Dan maak je hem wat harder, wat minder comfortabel. Is dat een must? Is dat een meerwaarde? Misschien voor een dieselmotor niet. Maar goed, je kan tenminste kiezen. Het spoor is wat breder, waardoor de auto nog iets stabieler is geworden. En voor de rest heb je alle typische rij-eigenschappen van een Audi A3. Het is nog altijd dezelfde platform. Dus dat is niet zo fundamenteel veranderd. Die voortrein is wel redelijk precies. Het compromis tussen rijdynamiek en comfort. Ja, het is typisch Audi. Het sturen is misschien iets te afstandelijk. Maar ook dat is een kwestie van gewoonte en van voorkeuren, denk ik. Niemand die met de vorige A3 reed, zal verrast zijn als hij met deze... morgen de baan op gaat. En omgekeerd, stel dat je uit een BMW komt en hierin stapt. Ja, misschien BMW met de nieuwe 1 is een uit een A-klasse stapt en hierin stapt. Ik denk dat Audi de minst sportieve van de drie is. Maar nogmaals, tegenwoordig al die merken, ook Audi, zoals ik net al zei, die ophanging is tegenwoordig à la carte. Je kan eigenlijk kiezen, je hebt die drive select waarmee je bepaalde dingen kan, parameters kan afstellen. Je beslist eigenlijk zelf een beetje over de mate van comfort of rijdynamiek die je in een auto hebt. En dat is bij deze A3 ook het geval. En natuurlijk voor degenen die
echt nog meer willen, er komen zeker nog, er komt een S-variant, er komt, ook al is dat niet bevestigd, er komt zeker een RS-variant, er komen quattro-versies. Dus keuze genoeg eigenlijk. Dus als ik het goed begrijp, dan is de mate van comfort of rijdynamiek, ja, kan je die zelf kiezen? Veelal dan via de optie. Maar in moderne auto's en ook in deze A3, dankzij de elektronica, er zijn zoveel parameters die je zelf kan kiezen. Zeker als je dan ook voor die actieve demping kiest, voor een stuur met variabele ratio, kan je een heleboel parameters eigenlijk aanpassen aan je wensen, aan je noden. En kan je kiezen voor, het zijn meer comfort, het zijn wat meer rijdynamiek. Maar door de band, de standaardinstellingen, die zorgen doorgaans wel voor een vrij goed compromis. Oké. Ja, A3, Audi, budget, ja. Dat zal niet goedkoop zijn. Hè, dan. Premium en goedkoop, dat zijn natuurlijk geen synoniemen. Nu, een Golf is ook niet meer zo goedkoop. Nee. Van Octavia is niet meer zo goedkoop. Nee. Het begint bij een goede €26.000 voor de basisversie. Het gaat richting €32.000-€33.000 voor de huidige topversies. Standaard uitrusting is correct. Je hebt lichtmetalen velgen, je hebt al LED's voor de koplampen, je hebt die twee schermen, je hebt de radio met DAB, je hebt wifi. Als je meer wil natuurlijk, dan moet je naar de optielijst. Die is heel lang. En als je daar begint in te snuisteren, dan ga je toch snel richting een budget van rond de €50.000. En dan heb je daarom zelfs nog niet eens lederen zetelbekleding. Actieve veiligheidsuitrusting, die is vrij compleet. Dat maakt elk merk, en dus ook Audi natuurlijk, een punt van. Vrij uniek voor dit segment. Er zitten zijdelijkse airbags in de achterdeuren. Er zijn nog niet veel auto's van dit formaat die dat hebben. En die zijn standaard? Die zijn niet standaard. Die zitten ook op de lijst, natuurlijk. Dus Alain, conclusie. Waarom moeten we nu de A3 kiezen? Wel, die vierde generatie, het is zeker geen revolutie. Het is wel een belangrijke evolutie, zowel wat design betreft. Dan hebben we het in de eerste plaats over de voorkant. Het interieur met de digitale cockpit. De A3 was al een heel sterk product. Audi heeft hem op een aantal punten verbeterd, maar je kan niet zeggen dat het een gigantische stap voorwaarts is. Nou, dus als ik het goed begrijp, de keuze voor de A3 is er een die vooral ingegeven is door emotie eerder dan ratio. Dat is dit soort auto altijd. Hè. Als je zo'n Duitse premiumwagen wilt, dan ga je voor het logo, dan ga je voor de naam. Oké. Okay. Dankjewel Alain voor de expertise en het voerige verslag. En jullie bedankt voor het kijken. Check zeker onze YouTube voor verdere of andere verslagen. Trouwens ook van andere Volkswagen Groep producten. En zoals al gezegd, kan je op onze site ook onze testen digitaal nalezen. Hartelijk bedankt en tot de volgende.